Een heel belangrijk duel voor Ajax onder 17 op Varkenoord tegen Feyenoord onder 17. De nummers 2 en 3 tegenover elkaar, beide in achtervolging op koploper PSV. En Ajax weet dat het moet winnen om in het spoor van de Eindhovenaren te blijven. Wil het de landstitel van vorig jaar prolongeren. De eerste kans was voor Feyenoord, de tweede grote kans in deze wedstrijd ook. Zitten inmiddels in de tweede helft. En deze bal gaat net naast de goal van Daan Reiziger. Maar dan komt Ajax. Met Venicio Sint. De terugleggen, Sontje Hansen. Op de nummer 10 positie. Goede combinatie en het schot van Unuvar wordt gekeerd. Eerste goede aanval van Ajax in deze wedstrijd. Ajax dat steeds beter wordt. Hier met Kenneth Taylor. Slim genomen vrije trap met Unuvar. Taylor schuift hem zelf in de verre hoek. En zo komt Ajax op voorsprong bij Feyenoord. En zie de ontlading. Goede goal, Kenneth Taylor de doelpuntenmaker. En Ajax op voorsprong. Hoge bal van Daan Reiziger. Problemen in de verdediging van Feyenoord. Hansen legt dan klaar. En het doelpunt is van Jamilio Pinas. Het doet een beetje denken aan de goal van Barcelona. Waar Jasper Cillessen een prachtige paas gaf. Nu komt de bal van Reiziger. Is het Hansen die klaarlegt en Pinas die afdrukt. En zo lijkt de zegen dan binnen voor Ajax. Maar 10 minuten voor tijd komt hier Feyenoord. Met de spits Tossio Leek. En hij brengt de spanning terug in de wedstrijd. Niet helemaal lekker verdedigd voor Ajax. Leek kan daar aannemen in de 5 meter. En zo heeft Feyenoord weer hoop. En moet Ajax oppassen. Dan komen de Rotterdammers opnieuw. We hebben het geloof weer. De bal blijft daar weer hangen. Dan een mooi hakballetje en een geweldige knal. Van Summerfield. Een streep in de korte kruising en vlak voor het verstrijken van de speeltijd staat Feyenoord weer naast Ajax. En dan zitten we inmiddels in de blessuretijd. De counter van Feyenoord. De overtreding. En nog een keer de overtreding. Het is twee keer Nishane omzichtig. En de tweede is in de 16 meter en daar is ze weinig tegen in te brengen. En zo krijgt Feyenoord in de blessuretijd de kans om de zegen te pakken. En dat gebeurt, want Tossio Leek maakt zijn tweede, maakt geen fout. En bezorgt Ajax onder 17 een hele pijnlijke nederlaag. Want eigenlijk gaan hier de titelkansen voor de ploeg van Dave Vos en Cedric van der Gun. Ajax onder 17 stond met 2-0 voor, maar gaat met 3-2 onderuit op Varkenoord.